Maar eerst, ze moeten de oplossing worden voor de ongecontroleerde stroom vluchtelingen van Turkije naar de Griekse eilanden. EU-hotspots, waar de vluchtelingen opgevangen en geregistreerd worden. Op het Griekse eiland Chios zijn 40 Nederlandse marechaussees nu actief. Chios ligt minder dan 10 kilometer van Turkije. Bij de controle ontdekken ze veel valse papieren, maar de asielzoekers mogen gewoon doorreizen. Een gewoon beeld voor de kust van het eiland Chios. Ook met stormachtig weer arriveren op één dag wel 10 van dit soort bootjes. Opvallend veel jonge kinderen. Omdat gezinshereniging moeilijker wordt, kiezen vrouwen en kinderen ook voor de gevaarlijke oversteek. De Griekse eilanden, zoals Chios, zijn dé toegangspoort naar Europa. Elke dag moeten op het eiland honderden mensen een slaapplaats en eten krijgen. Iedereen moet worden geregistreerd. Want wie komt er Europa binnen? De laatste maanden is er veel kritiek op de Grieken. Ze hebben het probleem niet onder controle. En mensen wachten lang. People are so cold because when they come out from the boats, like half of them are wet. Their clothes are wet. So they have to walk a little bit and then they get into the bus, they come to the camps. And the first thing that they are, you know, saying is, it's so cold, please give us something like a clothes or blanket. The moment that we entered the registration center, they gave us these bristles to be in line. So they use these numbers to organize people for the registration, okay? Any group should stay in the line and in his area to go to into registration. Hier wachten mensen op hun beurt voor screening en registratie. Next. Sinds een maand is de controle veel strenger. Vanaf januari is hier een uitgebreid Nederlands grensbewakingsteam aan het werk. Gespecialiseerde Nederlanders proberen te ontdekken of migranten de waarheid spreken. Kan hij de Syrische vlag aanwijzen? Is het in Syrië? Hij in Syrië? Oké. Wij proberen te achterhalen of die nationaliteit klopt. En dat doe ik met de tolk hier. En als er een document bij zit, dan laat ik het door de collega laat ik het document controleren. En door bepaalde vragen te stellen in een bepaalde richting, proberen wij dus de nationaliteit te garanderen. Erwin, ja? Wat wij hebben zoveel documenten. Kun je nog even kijken? Vermist die? Door de kennis en apparatuur van de Nederlanders worden er plotseling veel vervalsingen ontdekt. Waar ik nu op dit moment naar kijk in dit document hoort een voelbare relief te zitten. Dat zie ik hier niet zo gauw. Met dit vergrote beeld zie ik dus duidelijk dat het afwijkt zoals het normaal gesproken zou moeten zijn. We zien de laatste tijd regelmatig vervalsingen. Het hangt wel een beetje af hoe vaak we of de mensen überhaupt documenten bij zich hebben. We hebben dagen dan treffen we helemaal niks aan. En er zijn dagen dat we een slagingsscoringspercentage hebben van 30%. We hebben het varieert van allerlei kopieën tot vervalste paspoorten. We zien heel veel van dit soort documenten. Bij deze documenten kun je duidelijk zien dat de stempels vals zijn. Maar dit is zo wat de dagopbrek is van vandaag. Het is niet altijd te achterhalen waarom mensen papieren hebben vervalst. Soms moest dat om het land te ontvluchten. En er is ook een grote groep die zich voordoet als Syriër om door te mogen reizen. Cijfers zijn er niet. Maar het Nederlandse grensbewakingsteam mag niet ingrijpen. Dat is aan de Grieken. We zijn hier ook alleen om de Griekse collega's te ondersteunen in het grensbewakingsproces. Niet om mensen tegen te houden? Nee, we zijn absoluut niet om mensen tegen te houden. We zijn hier om de ondersteuning van het grensbewakingsproces, om een goede identificatie en registratie, zodat ze verderop in het asielproces goed geregistreerd blijken te zijn. En daarmee ondersteunen we de Griekse collega's. De Griekse politie is tevreden met de steun van de Nederlandse specialisten. Maar ze registreren niet wie er met valse documenten binnenkomt.
en mensen worden niet vastgehouden. Σε αυτό το κομμάτι υπάρχει ένα, τώρα μας παρουσιάστηκε με αυτό το μηχάνημα που έχουν φέρει από την Ολλανδία. Είναι ένα πραγματικό πρόβλημα για μας, διότι και στην περίπτωση που κατέχει κάποιος ένα πλαστό έγγραφο, και αυτό είναι παράβαση. Το πρόβλημα, σας είπα, είναι ότι πολλές φορές αυτό το μηχάνημα δεν είναι αξιόπιστο, γιατί έχει παρουσιαστεί να... Η λύση είναι να τους συλλαμβάναμε αυτούς όλους, να κάνουμε μια δικογραφία, να στέλναμε τα χαρτιά στην Αθήνα. Είναι μια διαδικασία χρονοβόρα και χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. De Grieken zeggen dat er aan het probleem wordt gewerkt. En dat betekent nog meer druk. Naast de registratie en het afnemen van vingerafdrukken van honderden mensen per dag. Het eiland Chios ligt maar 6 kilometer van Turkije. Iedereen rekent erop dat het aantal migranten niet snel gaat afnemen. Daarom wordt onder druk van de Europese Unie een nieuw opvang- en registratiecentrum gebouwd. Een hotspot. We zijn hier op de nieuwe locatie waar de nieuwe hotspot zal komen. We zijn hier nog druk aan het werk. Zelfs op zondag wordt hier doorgewerkt. 12 uur per dag zijn ze met man en macht bezig om het hier voor elkaar te maken. Ja, zoals u ziet is in deze hal zijn de kantoorruimtes geplaatst. Het is de bedoeling dat het identificatie- en registratieproces hier plaats gaat vinden. De capaciteit die we hier kunnen verwerken schat ik in tussen 800 en 2000 personen per dag. Eind februari moet alles klaar zijn. De Nederlanders helpen met de organisatie van het nieuwe centrum. De Europese Unie wil dat hier bepaald gaat worden wie er asiel krijgt en in welk land. Maar gaan de Grieken voortaan beter controleren wie er door mag reizen verder Europa in? Zelf zeggen ze dat ze greep hebben op de zaak en dat ze door de Nederlandse screening hun werk beter kunnen doen. De migranten willen maar één ding: doorgaan met hun reis naar Duitsland of Nederland. De Griekse autoriteiten leggen hun geen strobreed in de weg en laten iedereen doorreizen verder Europa in. Vrijdag een tweede reportage, dan over de voortwoekerende economische crisis in Griekenland.